waarde van een CBA voor ziekenhuizen is dat dat strategie gecombineerd wordt met de andere aspecten van de inhoud. Als voorzitter raadsbestuur van een ziekenhuis en faculty hier nu voor 5 jaar, verantwoordelijk voor de financiële inhoud van het programma, zie ik heel mooi hoe jonge zorgprofessionals die strategie en financiën aan elkaar kunnen koppelen. De waarde van het CBA voor mij is echt veel meer achtergrondkennis. En niet alleen dingen over de zorg weten omdat ik er zelf in werk, omdat ik er dagelijks in rondloop. Maar om echt te weten hoe het werkt vanuit een objectieve buitenstaander. En met name heel veel bestuurders en docenten in de zorg. Ik ben heel enthousiast over de opleiding, omdat er allemaal docenten voor de groep staan die allemaal een duidelijke affiniteit hebben met de zorgbranche. Nou, allereerst wil ik zeggen dat het belangrijk is als ziekenhuis om je te blijven ontwikkelen en je aan te passen aan de eisen van de tijd. En ook voor onze medewerker en jonge professional is het nodig dat wij investeren in opleiden en ontwikkeling, ook voor hun persoonlijke toekomst. Ik geloof namelijk diep dat ziekenhuizen en medisch specialisten diep verbonden moeten zijn en echt samen moeten werken om een ziekenhuis vooruit te helpen. En daarom is het nodig dat wij ook medisch leiders hebben die de hele dynamiek van de zorgketen begrijpen en zich daarin bekwamen. CBA helpt doordat jonge zorgprofessionals beter inzicht krijgen hoe een ziekenhuis eigenlijk werkt, hoe de organisatiestructuur is, wat de strategie van het ziekenhuis is, maar ook hoe de financiën werken. En kunnen zij dus beter bijdragen aan het financieel gezond maken van een ziekenhuis. Nou, wat ik geleerd heb bij de CBA is om mijn eigen leiderschapstijlen toe te passen op een verpleegkundige afdeling. Hoe krijg ik zoveel mogelijk medewerking van al mijn collega's? En daarnaast heb ik ook nog geleerd om een verandertraject, bijvoorbeeld een spoedpolie, aan te passen. Om de logistiek te veranderen, zodat het voor iedereen beter werkbaar is. En mijn inzichten liggen vooral heel erg bij mezelf en mijn eigen rol in dit zorgstelsel. Waar sta ik? Waar wil ik staan of wie wil ik zijn? En wat ga ik daaraan doen om dat te bereiken? Een programma zoals Clinical Business Administration kan jou als professional helpen om te leren hoe je verhoudt in dat complexe speelveld en in nieuwe rollen die je zult kunt gaan vervullen tot je recht te komen. Of dat nou is als vakgroepvoorzitter, opleider, in een stafbestuur of als duaal leider. Dat is van waarde voor jou, maar ook voor de zorgorganisaties die dat nodig hebben.